Op 11 september is weer open Monumentendag in Ritter. Ja. Wat zit er dit jaar op het programma? Ja, dit jaar willen we eigenlijk een paar dingen doen. We worden weer alle monumenten in het dorp. Het dorp met 24 Grieks monumenten en 5 gemeente monumenten. Daar maken we een route voor, of hebben we een route voor gemaakt dat men die dus kan bezoeken. En dat loopt over het middeleeuwse strottenplan. Dat is het één belangrijk onderwerp. Het tweede deel is indachtig met het nationale thema, iconen en symbolen. Bouwen we in de kerk een processie op met achtergrondinformatie, met anekdotes en wat er traditioneel bij hoort. En als derde onderwerp, op zondagmiddag hebben we een concert in de kerk. Dat is in de Ritter, dus eigenlijk de oudste kerk van Leudal. Met bekende mensen, onder andere een paar muzikanten van het Concertgebouworkest. Daar is dus een programma, een muziekprogramma, in de tweede helft van de middag. En je begreep dat die processie, dat is een speciaal thema. Wat kunt u erover vertellen? Nou, de processie vroeger heb ik zelf vanuit mijn jeugd nog erg metgemaakt. We hadden dus een aantal processies. Dat was in het voorjaar had ze de voorjaarsprocessies, eigenlijk de veldprocessies, als je die noemt. Dat waren 3 dagen de kruisdag. Dan had ze een processie met sacramentsdag. Die was altijd, dat was de hoofdprocessie. Dan had ze in het najaar met klein kermis. En de sacramentsprocessie viel ook samen met kermisbeurs altijd. In het najaar had ze klein kermis. Dan had ze de Lambertusprocessie, patroonheilige. En tussendoor gingen we nog een keer naar Torren, naar onze lieve vrouw onder de linde, ook met de processie, om daar in volle NATO aan te treden, zou ik maar zeggen. In de Ritter wordt van alles georganiseerd. Daar zit toch het in het dorp wat die mensen stimuleert, maar ook motiveert om dat te doen. Ja, maar eigenlijk is dat in het dorp eigenlijk altijd geweest. Het is van oorsprong een heel oud dorp. En het heeft altijd een heel sterk verenigingsleven gehad. En die verenigingsleven, dat is natuurlijk aan het veranderen, zoals overal. Maar daar is dus ook, het verenigingsleven is nog sterk, maar er is ook geen angst voor in de plaats gekomen. Dus er zijn een aantal nieuwe initiatieven van het dorp gekomen. En die open monumentendagen is daar een typisch voorbeeld van. En dat loopt je, op een hele natuurlijke manier, loopt dat eigenlijk samen. En dat wordt van het dorp georganiseerd. Het wordt eigenlijk met minimale middelen kwalitatief goed gedaan. En ja, dat werkt goed. En we zien zelfs dat ook vanuit de gemeente, dat men dit toch een heel interessant onderwerp vindt. Dus er is ook veel belangstelling van het college en van de ambtenarij, wie dat nu eerder aangepakt wordt. Dat geeft goed. En we kunnen dat ook met z'n allen ook gaan bereiken. 10 en 11 september in de Ritter. Ik neem aan dat er ook een website is waar alles op nood te lezen is. Of op andere manier informatie over de... De informatie die komt per flyers. En de informatie zal in het dorp beschikbaar zijn op het moment van 10 en 11. Dus we hebben geen website op dit moment. Maar de informatie is breed beschikbaar. En we zullen zeggen, kom naar de Ritter. Het is een bezoek, bijzonder werd.